time. When the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Ik denk dat misschien een van mijn beste jaren is die ik ooit al heb gehad. Het was al begonnen met Belgische kampioenschappen die heel goed waren. En dan afgelopen zomer hebben we het wereldkampioenschap gehad. Daar heb ik net geen halve finale kunnen halen, ook omwille van die pakken die dat er toen allemaal waren. Maar ik heb daar ook Belgische records gezongen en dat is op die moment hetgene wat ik eigenlijk van mezelf mocht verwachten. En daar ben ik heel tevreden mee. Aan vijf wedstrijden mogen deelnemen en op vier daarvan heb ik een Belgisch record gehaald. En ik heb ook drie finale plaatsen gehaald, waarvan ik er wel één maar heb gezongen, omdat we op zondagavond al naar huis zijn vertrokken. Het was inderdaad al op voorhand afgesproken dat we naar huis gingen komen. De reden daarvoor is dat we eigenlijk niet hadden verwacht dat ik nog in een finale ging geraken. Omdat de andere zwemmers nog in die nieuwe en snelle pakken zwommen waar wij niet in mochten zwemmen. En een tweede reden is inderdaad ook omdat wij nu al volop terug aan het trainen zijn. Omdat ik in januari limietaire moet zwemmen voor het Europees kampioenschap deze zomer. En dat is een groot bad en groot bad primeert toch altijd boven klein bad. Dus dat is de reden. Voorlopig is er nog helemaal niet zoveel aandacht eigenlijk rond het zwemmen. En wij hopen hier in Antwerpen, in onze club, zijn er toch een paar goede zwemmers. En wij hopen dat we het zwemmen terug een beetje hoger kunnen brengen in de media. Maar het zal geen makkelijke opdracht zijn, denk ik. Vanaf januari gaat iedereen terug gelijk voor de wet zijn. En gaan die nieuwe en snelle pakken niet meer toegelaten zijn. Dus dan zullen we nog wel zien waar we dan geraken. Ja.